de man om onze vloot te leiden. Als opperbevelhebber? Hij is een van de meest ervaren mensen in onze vloot. De Engelsen zitten niet stil, maar we moeten de vloot opnieuw opbouwen. De Engelsen willen oorlog met ons voeren, omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders! Ja, niets gemist heb. Ik had alleen verstand dat ik er niet bij was. Laat je toch niet meer in de steek. Het gaat om het landsbelang, Ruiter. Ga maar. Ik heb weinig zin om thuis te blijven als er straks geen thuis meer is. Strakke organisatie, dat is de sleutel. Wie wens gaan we oproepen? How the hell did they get there? Vier! Onze vloot heeft een Engelse flink pak slaag gegeven. De Ruiter lured you into a trap. Dus die de Ruiter is inderdaad zo goed als dat ze zeggen. Dat is een mooie overwinning voor Johan de Witt. Het gevaar komt van de prins gezin. Ja, de Engels is definitief op de knieën dwingen. En de prins van Orange, William III. U kunt een beslissende rol spelen. U bent niet voor niets de neef van de Engelse koning. What would you think if I was to make you king of the Netherlands? You surely don't expect me to betray my country, do you? I expect you to do your duty by your family. Jij kunt het symbool van ons verzet zijn, Michiel. Mijn burgeroorlog om een geweten hebben. Juist nu moeten we laten zien dat we kunnen samenwerken. Dit is het moment om mijn slag te slaan. Jij moet ze tegenhouden. Ik vind geen betere dan nu. Voor zo'n man wil je je leven nog een keer op het spel zetten? Voor een man die nog nooit heeft bedacht hoe het voor ons is en onze kinderen? Juist voor jou, juist voor de kinderen. Begrijp dat dan. Hij garandeert jullie veiligheid als ik weg ben. We moeten dit land nog sneller weer opbouwen. Dit is onze belangrijkste troef, Michiel. We kunnen onze vrijheid alleen beschermen als we ook willen vechten voor die van een ander. Ja, kom op!